Ja, het zit erop. Met een lach en een traan. En ja, wel een goed moment voor mij. Oh, wat een redding van Sari van Veenendaal. Dat helpt de keeper over een doodpunt heen. Een krul voor Sari van Veenendaal. En weer Sari van Veenendaal. 3 keer nu. Ja, elk jaar heb ik wel echt met mezelf de evaluatie gemaakt van oké, vind ik het nog leuk genoeg? En dit jaar was eigenlijk voor het eerst dat ik die vraag niet met de volle overtuiging met ja kon beantwoorden. En het voetbal bracht mij niet meer genoeg plezier eigenlijk om, ja, om door te gaan op de manier waarop ik de sport beleef. En dus besloot Sari al vlak voor het Europees kampioenschap in Engeland dat ze zou stoppen. Hoi. Erg lang duurde dat toernooi niet voor haar. Want al na 20 minuten in de eerste wedstrijd viel de keepster geblesseerd uit. Dit is voor de captain van Oranje einde wedstrijd. Ja, op het moment dat ik op de grond ging zitten wist ik wel dat het einde toernooi was en dat het ook einde carrière was. En op het moment dat ik in de kleedkamer zit wist ik wel van dit was het en ja, dat doet wel pijn. Sari begon haar profcarrière in 2008 bij FC Utrecht. Daarna speelde ze nog voor FC Twente, de Engelse club Arsenal, het Spaanse Atletico Madrid en PSV. In 2011 kwam ze in het Nederlands elftal. Voor Oranje stond ze 91 wedstrijden onder de lat. Ze was de laatste jaren ook aanvoerster van het team. Op het veld en naast het veld heb ik zoveel mooie dingen mogen meemaken. En dat heeft mij echt gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En ik weet ook dat ik mijn carrière afsluit als winnaar. En ja, dat is wel echt iets waar ik, waar ik trots op ben. Want succes had ze zeker. In 2017 won ze met de Oranjevrouwen het EK in eigen land. Dit is echt bizar gewoon. Na het WK in 2019 werd Sari zelfs uitgeroepen tot beste keepster van de wereld. Maar ze maakt nu dus plaats voor nieuwe talenten. Ik ben ook wel heel blij dat er nu zeg maar, nieuwe keepers opstaan die technisch nog veel beter zijn. En die zich echt zeg maar, nog beter kunnen gaan ontwikkelen. En dat geeft mij wel een goed gevoel. De komende tijd gaat Sari lang op reis met haar partner. En wat ze daarna gaat doen, dat weet ze nog niet. Ja, uiteindelijk zal er toch echt wel weer wat leuks komen. Want ik zie overal altijd wel het leuke van in. En ja, daar ben ik eigenlijk niet zo heel bang voor.